Welkom bij de algemene review van de puzzel van de muziekwinkel, getekend door Rob Derks. Muziekwinkel Jan van Haaster heet hij natuurlijk, maar de tekenaar is Rob Derks. En superleuke puzzel. Ik heb allemaal gele papiertjes neergelegd om wat dingetjes te laten zien. En laten we eventjes beginnen rechts onderin. Daar zie je dan staan Studio JVH 2021. Hij is volgens mij in oktober 2021 uitgebracht, deze puzzel. Zit in een 2-in-1 combidoos. Met vakantiekriebels. En er staat Studio JVH. Rob Derks maakt deel uit van de studio van Jan van Haasteren. En Jan van Haasteren die ondertekent altijd met JOH, Johannes van Haasteren. Nou, er zijn heel veel leuke dingen. Ik ga ze niet allemaal laten zien. Maar hier zie je Lord of the Strings. In plaats van Lord of the Rings natuurlijk. Het hondje die staat hier te plassen. Hondje Max. En dat is natuurlijk vast terugkerend element in veel puzzels. En in de muziekwinkel zijn er ook heel veel bekende muzikanten. Hier zie je Freddie Mercury. Die zoekt een microfoon uit. Hier, deze piano die gaat voor de helft van de prijs. Ja, hij is een stuk afgezaagd. En hij heeft ook maar één arm. Dus dat kan hij wel met korting krijgen. Hier, superleuk, het kleine kaboutertje, die zit in zijn naki. Die komt trouwens ook in een andere puzzel terug. Dat ben ik heel even vergeten, ik dacht het tuincentrum. Moet ik eventjes kijken. En nog heel veel opvallende dingen. Benny Jolink, natuurlijk nog een bekende Nederlandse zanger van Normaal. En heel goed oplettend, een terugkerend element is ECDC. Die zie je daar met zwarte letters op dat grijs. Dat is ook een terugkerend element die Rob Derks altijd tekent. En hier zie je ZZ Rob van ZZ Top. Dat zijn deze twee jongens, ook een rockband van vroeger. En komt ook vaak terug in de puzzels van Rob Derks. En eens eventjes kijken, wat hebben we nog meer? Nou, veel terugkerende elementen van Rob Derks. Hier de tweeling, die zie je vaak terugkomen. En zo ook de blauwe slurf van Rob Derks. Ja, heel leuk natuurlijk weer. De kerstman en Sinterklaas, die hebben vaak ruzie. En de kerstman die zit Sinterklaas een beetje te irriteren deze keer. Wat hebben we nog meer? Ja, de boef, die valt een beetje door de mand. Want hier zie je... dat er niet een muziekinstrument uitvalt, maar een geweer of pistool. En leuk sheet music zit erin. De politieagent die is trouwens wel wat verder weg. Die zie je hier. Die is daar buiten. En wat je hier ook ziet, deze dikkere jongen, die zie je ook nog regelmatig terug in puzzels van Rob Derks. Dus ook dat is een vast terugkerend element van hem. Deze vond ik leuk gedaan. Dit keer zit de muis, de poes, echt laat hem onwijs schrikken. Hij schrikt keihard door de microfoon. De poes die schrikt zich wild. Jan van Haasteren, die zie je ook nog hier achteraan de band. Leuk dat Rob Derks hem ook in heeft getekend. En nog een andere bekende figuur, oud stripfiguur die Jan van Haasteren altijd tekende. Baron van Tas tot Zeven. Ik denk dat ik ze allemaal heb gehad. Er zit vast nog meer in zitten. Je kunt onwijs lang zoeken en kijken. Maar ik heb nog veel meer video's gemaakt. Dus die kun je op de rest van mijn website zien.